In de laatste fase van de voorbereiding op het nieuwe seizoen neemt de intensiteit toe. Niet alleen op het veld, ook daarbuiten. Er wordt veel gereisd. Van bus naar vliegveld, van vliegtuig naar bus. Hotel in, hotel uit. PSV doet het allemaal. Op weg naar de opening van het seizoen. Ja, je merkt wel dat je steeds meer naar de start van de competitie toe gaat werken. Je merkt in de oefenwedstrijden, in het begin speelde iedereen een helft in. Nu wordt er wat minder doorgewisseld. En gewoon om iedereen conditioneel gewoon... gereed te maken voor de start. En dat is wel belangrijk. We spraken Kevin Strootman tijdens een mini-reis door Europa in Griekenland, waar PSV won van PAOK en de middenvelder scoorde. Dat gebeurde onder zware omstandigheden. 'S Avonds laat, dik 30 graden en een hoge luchtvochtigheid. Maar ook dan worden prestaties verwacht. Ook dan moet je 90 minuten vol kunnen maken en dan moet je wat slimmer zijn. Alleen ja, de omstandigheden waren inderdaad niet optimaal om te spelen, maar ja, misschien ga je dat... Tijdens de Johan Cruijffschaal kan het ook heel warm zijn in de arena. Dan is het maar goed dat je bent voorbereid. Het lijkt erop, als je zo hoog boven op de tribune zit, dat jullie dat moeiteloos aankunnen. Die mentale knop omzetten van, we moeten misschien ietsje verstandiger spelen, ietsje slimmer spelen. Ja, misschien wel. En kijk, de trainer hamert er ook op, omdat we gewoon zelf gewoon wat slimmer moeten zijn. Kijk, als je voorkomt en je houdt de bal bezit en dan de tegenstander laten lopen, ja, dat... Dus wordt het alleen maar makkelijker natuurlijk. Zo'n voorsprong helpt dan. Maar daarna hebben we het ook goed uitgespeeld. Zeker met deze omstandigheden moet je gewoon af en toe wat nadenken. En niet alleen maar vol gaan. En dat hebben we goed uitgevoerd. En daarna was het weer reizen. Dit keer naar Berlijn. Het programma is stevig. Maar de voorbereiding loopt soepel. En de sfeer is goed. Dat moet ook wel. Want vorig seizoen was er met een beker weliswaar een hoofdprijs. Maar liep de ploeg in de competitie tegen de lamp. En zo vinden spelers en staf zelf, dat mag niet nog een keer gebeuren. De lat ligt dus hoog. Dit seizoen zal het anders moeten. We zijn nog meer op elkaar ingespeeld. Eigenlijk weinig spelers weggegaan. Alleen Zakaria is weggegaan uit de basis. En je hebt er goede spelers voor teruggekregen. Dus ja, ik denk dat we alleen maar sterk op zijn geworden. Oude bekende, maar nieuw in deze selectie is Mark van Bommel. Die met al zijn ervaring de boel moet gaan leiden en sturen. Dat zal het spel van Kevin Strootman ongetwijfeld ten goede komen. Ja, maar kijk, vorig jaar speelde ik natuurlijk met twee aanvallende middenvelders voor me. En dan moest ik wat meer op mijn positie blijven. En nu heb je eigenlijk nog iemand die ook verdedigend goed denkt. En ja, dan wordt het wat makkelijker ook voor jezelf, maar ook voor de rest van het team. Maar het heeft niet alleen met Mark te maken, maar ook centraal oogt het wat zekerder nu. En dan is het ook natuurlijk makkelijk om wat meer naar voren te spelen als je weet gewoon dat het achterin ook goed zit. Kijk, natuurlijk is het wel belangrijk om dat je gewoon een wedstrijd ook op de nul kan spelen. Dus dat je ook gewoon in de 70 minuten als 0-0 niet in paniek raakt en dat die goal vanzelf wel komt. Dat hebben we vorig jaar misschien ook een beetje gemist. Misschien omdat we ook veel nieuwe spelers hadden die niet gewend waren om in de top te spelen. Dan is het vorig jaar een leerjaar geweest en dan moet het dit jaar laten zien. Ik hoor heel veel gretigheid. Ja, maar het is wel zo. Kijk, het begint eraan te komen, begin van de competitie. Ik denk dat iedereen dat ook wel merkt op trainingen en in wedstrijden. Iedereen heeft er heel veel zin in. Het is nu aan ons niet om met woorden dat allemaal te gaan zeggen, maar gewoon om te laten zien op het veld dat moet gebeuren. De trainingen onder leiding van Dick Advocaat zijn fanatiek en intensief. Er wordt extra werk gedaan, maar er is ook tijd voor ontspanning, zeg maar contact met de lokale bevolking. En aan het einde van zo'n 2 uur durende sessie, uiteraard tijd voor de fans. Even een momentje op de foto, op weg naar het seizoen 2012-2013.